Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ik hou heel erg van het samen zijn en dat je echt samen iets neerzet. Ja, je staat gewoon allemaal zo bij elkaar in een groep en dan voel je het gewoon als de mensen naast je ademen of gaan inzetten of wat dan ook. En dat geeft het gevoel dat je echt heel erg deel uitmaakt van een groter geheel. Als je dan het podium opkomt en dan ben je klaar om te gaan zingen, dan kom je een soort van in je eigen wereld. Maar je bent toch samen met elkaar. De Nationale Koren zijn koren die kinderen en jongeren werven in heel Nederland en die talenten opleiden en tot bloei brengen. Dit jaar zijn we ensemble in residence van TivoliVredenburg. Alleen ik weet niet zo goed wat dat is. Een artist in residence is een kunstenaar, academicus of curator. Die wordt uitgenodigd om tijdelijk een woon- en werkplek te betrekken los van hun bekende omgeving. Ja, zin in. Wij zijn ensemble in residence hier in Utrecht. Dat betekent dat we hier uitgenodigd zijn door TivoliVredenburg om een aantal concerten te geven in het seizoen wat er nu aankomt in 2021-2022. Normaal gesproken is er 1 artist in residence en wij mochten met alle koren artist in residence zijn of ensemble in residence. En dat is wel extra bijzonder in deze tijd, want de koren hebben door de hele corona-perikelen een onwijze klap gekregen. En dat je dus nu eigenlijk zo de mogelijkheid krijgt om dat toch weer helemaal op te pakken en op het podium te kunnen brengen, dat is wel echt heel bijzonder. En dan ook met zoveel jonge mensen die daardoor weer allemaal gemotiveerd worden. En dat is geweldig. Het zijn echt voor mensen die van zang houden, van klassieke zang. En die houden van jonge mensen die met hun heel hart en ziel en zaligheid zingen. Is het een fantastisch programma wat wij hier mogen doen. Daar zijn we heel erg dankbaar en trots op. Kom allemaal naar TivoliVredenburg.